De Emmastraat in Albina in het district Marowijne is gisteren vernoemd naar Alten Willem van Genderen Boulevard. De hernoeming is op voorstel van de familie en bewerkstelligd met medewerking van de autoriteiten. Gisteren zou Alten van Genderen in dien in leven zijn 100ste geboortedag herdenken. Van Genderen is onder andere namens de Nationale Partij Suriname, de NPS, lid geweest van de Staten van Suriname. Hij is statenvoorzitter en minister geweest. Voor Marowijne won Van Genderen voor de NPS 5 keer de verkiezingen. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland is hij in de regel geen voorstander van naamsverandering van straten. Maar in dit geval staat de NPS volledig achter de vernoeming. Natuurlijk nemen we dat mee. Er zijn meerdere van dat soort mensen geweest in die geschiedenis. Het was wel een hele andere tijd natuurlijk. We zitten in een andere tijd op dit moment. Maar ik denk dat bepaalde zaken die deze mensen natuurlijk voorbrachten, dat wij die moeten koesteren. En dat is natuurlijk de dedication om te werken aan de belangen van het land. En u ziet dat al was hij vertegenwoordiger in Paramaribo, in de Staten van Suriname, dat hij zijn district waar hij vandaan kwam en vertegenwoordigde, dat hij dat niet verwaarloosde. En dedicated bleef werken voor de Sandi Desma van Nodu in haar district DC. Dus vandaar dat hij ook nog tot vandaag, op zijn 100ste jaardag zou hij vandaag zijn, nog natuurlijk op deze manier, positieve manier, door de mensen van Marowijne wordt herdacht. Volgens vice-president Ronnie Brunswijk is de naamswijziging een historische dag om iemand gaat die tijdens zijn politieke carrière hard heeft gewerkt voor het district. Heeft heel veel voor Marowijne betekend. En vandaar dat ik hier bij je sta, om ook de familie en ook Suriname, maar in het bijzonder om hier te zijn. Voor de waardering, voor de, hoe noem je dat, voor de lobby enzovoorts om hier te zijn. Maar ik wil het ook meemaken, ja, dat ik als vicepresident ook iemand van Marowijne hier mag zijn om dit naambord te onthullen. Volgens de districtscommissaris van Marowijne Noordoost, Clyde Hunswijk, heeft Van Genderen een heel indrukwekkende geschiedenis voor het district Marowijne achtergelaten. Als Suriname van Albinese afkomst. Zijn gedreven daadkracht en doorzettingsvermogen moet als leidraad zijn voor elk kind en student. Niet alleen voor Albina, maar ook voor geheel Suriname. Omdat wat ik nu zie en wat ik heb gehoord van de vorige sprekers, die zijn voorgegaan dat meneer Alten een gedisciplineerde man was. En laten wij dat koesteren, laten wij dat behouden. En ik wil ook de jongeren oproepen van Marowijne om het voorbeeld te nemen. Dat zonder discipline er echt moeilijk is om vooruit te komen, stappen te zetten in de richting om een bepaald niveau te kunnen bereiken in de maatschappelijke ladder. Van Genderen was van 1967 tot 1969 parlementsvoorzitter en tussen 1969 en 1973 fractieleider van de NPS. Na de dood van Johan Adolf Pengel in januari 1970 kreeg de Groene Partij een duaal leiderschap met Henk Aaron als voorzitter van het hoofdbestuur en Alten van Genderen als voorzitter van de partijraad. Alten van Genderen heeft evenals Henk Aaron en Charles Hindery ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.